Dit is nu al het tweede gaslek, meneer Engbers. Is er wat aan de hand met de leidingen in Almelo? Ja, je zou er eens bang voor worden. Twee gaslekken in twee dagen, dat is natuurlijk niet goed. Maar gelukkig is daar niks aan de hand, want dit is een proef die we op dit moment uit gaan voeren. Nou, het ruikt behoorlijk. Ja, en dat hoort er nou eigenlijk niet in. Ja. Poeh, nou zeg, ik zou zeggen van ik bel onmiddellijk, want dit vind ik niet pluis. Ja, dat klopt. Als u dit ruikt, dan is het inderdaad niet goed. En wat is nou het ding wat er niet in hoort? Dat is deze gasfles. Deze zorgt voor de stank. Dat doet Kiwa voor ons. Eigenlijk niet voor ons, maar voor Netbeheer Nederland. Netbeheer Nederland is een overkoepelende organisatie van alle regionale energiebedrijven in Nederland. Ja, wij testen hier of de gaslucht, of die daadwerkelijk wordt geroken door mensen, door voorbijgangers. En of als ze het dan ruiken, of ze dat ook dan daadwerkelijk melden. Aan gas wordt een geurstof toegevoegd. Die geurstof heet THT. Gas ruikt uit zichzelf niet zo sterk, nauwelijks. En daarom wordt er een geurstof toegevoegd. Ja, en we willen graag weten of die alarmerende werking van die geurs, of dat echt werkt en of mensen het melden. Ja. En daarom voeren wij hier in Almelo op diverse plekken laten we die geurstof los.